Hey, hallo afrops. Hier is Patricia vanuit de Vechtaarkade in Noordhoorn. Ik wil vandaag met jullie weer even terug in de tijd. En ik denk dat jullie het al wel een beetje zien. Ik wil met jullie terug in het jaar 1840 tot 1890 ongeveer, in de Verenigde Staten. Um, daar was een gebied en dat werd ook wel het Wilde Westen genoemd. Alles ten westen van de Mississippi. Het is een hele geschiedenis, heel, heel verhaal. Ga ik allemaal niet doen dit keer. <laughs> ik wil alleen een aantal sets laten zien. Want wij hebben in de winkels en ook online, hebben wij ontzettend veel western sets. En dat is natuurlijk voor iedereen die daarvan houdt, is dat ontzettend gaaf om te bouwen en om een hele western stad te maken. Te maken. Nogmaals, we hebben heel veel sets. Ik ga straks even op mijn spiekbriefje kijken wat we nou allemaal hadden. <laughs> Deze set die ik hier heb staan, hebben we eigenlijk al vanaf het moment dat wij hier de winkel geopend hebben, hebben we die in de winkel. Dat zijn namelijk de sets van Blue Bricks Pro. Daarvan hebben we acht grote sets in de winkel en een, een klein setje. En, en dit is gewoon echt een um, ja, zoals je al kan zien, een western kerkje. En ik zou even de doos laten zien. Dit is eigenlijk niet helemaal de set die ik ga bespreken, maar ik wil jullie toch gewoon even laten zien. Um, deze set bestaat uit 1453 delen, kost 67,95. En ja, nogmaals, hij staat al een poosje bij ons in de vitrine. En is gewoon een hele gave set. Ik geloof dat hier ook het dak van af kon. Ja. Ik ga het toch gewoon even, even laten zien aan jullie. Dan kan je ook zien. Oh, daar gaat uh, het boekwerk. Dat. Um, ik hoop dat jullie het een beetje kunnen laten zien. Oh, het wagentje valt om. Dat ook de kerk helemaal leuk is ingericht. Dus echt een hele leuke set. Van alles erbij, wagen, uh, een priester, noemde je dat toen zo? Ik geloof het wel. Geen idee. Een boer en wagens, een vrouwtje, een mevrouw, de weet ik niet, geen idee. Het <laughs> hoort allemaal bij de kerk. En natuurlijk, die bezochten waarschijnlijk de kerk. Want, oh, paard en wagen. Die hoort ook bij deze set. Uh, Nogmaals, het zijn acht grote sets. Er zit ook een, een, een station bij, een, een saloon, een, een, van alles en nog wat. Dus echt om een hele stad te bouwen. De set die ik heb gebouwd, en dat is: gaan we even naar de Bluebick Special sets? Is de Bisonkudde. Um, ik ga even de doosjes erbij pakken. Ik zeg doosjes, want ik heb nog een andere set. Ehm. Um, dat is deze hier. Ja, daar staat op uh, buffel. Sorry, het zijn bizons. <laughs> ik hoop dat ik dat mag zeggen. Uh, ja, dan kan je ook echt wel zien dat het bizons zijn. Het is echt een, een, een mooie kudde. Met ook uh, heel erg leuk, een kalfje zit erbij. Nou, dit is duidelijk de stier. En de stier heeft een mooie kudde met uh, dames uh, achter zich. Kan je echt wel zien dat het bizon zijn, want die hebben vooraan hebben ze echt dat, dat massale en die vacht, grote kop hebben ze, horens. En het, het, het waren dieren die wel eh, drie meter, vooral de stier kan wel drie meter lang zijn, en 1,90 meter hoog. Dus dat, dat is wel Ja, ongeveer dat hier, <laughs> zoiets, geen idee. Echt mega-dieren. En dit is natuurlijk ontzettend leuk. Er ligt hier nog een, uh, een, een, een doodskop. Uh, er staan cactussen. Uh, ja, zoals je dat ook een beetje op de prairie zeg maar, zou zien. D dat is dus, dus één van. Van ook de Bluebird Special hebben wij ook... Wat ik geteld had in de winkel, hebben wij zes sets. Um, grote sets. Dit zijn twee kleinere setjes. Dus dan kom je op acht. Waaronder dus deze... De ja, ik ga het allemaal zeggen: Bison uh, kudde. Um, die bestaat uit 560 delen, kost 27,95. Wat ook heel erg leuk is, als je zo'n hele westernstad gaat bouwen, is natuurlijk de, 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 de en en de rotspartijen en al dat soort dingen die je dan nodig hebt. Dan heb je deze set nodig. 675 delen, 22,95. Nou hebben wij, zei ik al, van Book Special ook nog zes extra sets. En wat ik zo even. Uh, de bekende goudmijn zit daarbij. Die is echt heel erg gaaf. We hebben een general store. We hebben. Um, Spiekbriefje. Dat hadden we ook alweer allemaal. Een smederij. Een fort. Een sheriff's office. Uh, van alles en nog wat eigenlijk. En ik, ik vind eigenlijk... Nou moet ik, ik heel eerlijk zeggen dat ik niet helemaal weet... hoe de um, schaalvergelijking is ten opzichte van de Blue Bricks Pro. Dat had ik misschien eerst even moeten uitzoeken. Dus of je dan eigenlijk ook die sets met elkaar kan combineren. Ik denk het eigenlijk wel. Misschien ook wel niet. Ik heb geen idee. Maar in elk geval, het zijn dus natuurlijk ook hè, Blue Bricks Pro... en um, Blue Bricks Special twee verschillende soorten. Hetzelfde onderwerp en dus heel veel. Ja, eh, deze gaat in de etalage. Deze stond al bij ons al een poos in de vitrine. En ik zou zeggen kom langs voor alle western sets en alle western fans natuurlijk. Die vinden dat vast wel heel erg gaaf. Want noppenstenen kan je nooit genoeg hebben. Volgende keer meer en heel veel plezier weer bij het bouwen. Groetjes Patricia.